Bij de eerste publieksprijs van deze avond worden de beste radiomannen van het land beloond. Ondanks moordende concurrentie van zeker 150 collega's blijven deze DJ's de toon zetten. De zilveren radioster Man, Edwin Evers van Radio 538. Ja, de wekker gaat af, dus je draait je niet meer om. Want van de geur uit je mond trekt de vloerbedekking rond. Hallo. Hallo, Frank. Evers. Ja, Frank, goedemorgen. Ja, heavy medley. Ja. Dames en heren, de WC Experience. Jongens. Ja. Had zin je in. Gerard Ekdom namens de AVRO op 3FM en Radio 6 Soul & Jazz. Joey is voor de buis en jij hoorde een heel stadion een liedje zingen. Kun je heel even voordoen hoe dat dan gaat? Alle Duitsers zijn homo. Alle Duitsers zijn homo. Wow, dat bedoel jij? Ja. Ja. Dat zoek je. Ja. Oké, nou Joey, schrijf op Seven Nation Army. En Jeroen van Inkel van Q Music. Goedemiddag. This man will be our hero, for fate will make him indestructible. His name? Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Mag ik even klagen over de wintertijd? Ja hoor. Oh, ik heb er zo last van altijd. Hey, hallo! Het is een heel spannend moment. Het is het moment waarop ik ga onthullen welke man die zo felbegeerde prijs gaat winnen. Want je zou maar beste radioman zijn en het publiek zou dat maar over je zeggen. Ik bedoel, kom op, dat is het mooiste wat er is. In deze envelop zit het verlossende antwoord. Ik heb hem opengemaakt zoals je ziet. Gaat een beetje onhandig. Rechts de microfoon. Links het verlossende antwoord. Winnaar van de AVRO Zilveren Radiosterman 2012 is Gerard Ekdom. Ja, en je krijgt gelijk de eer toegezongen door dit fantastische gospelkoor. Gerard, eerste reactie? Zie je die twee daar? Ja. Links zit Edwin Evers, daar zit Jeroen van Inkel. Op het rode plus. Jeroen van Inkel is de reden waarom ik bij de radio ben gaan werken. Toen ik hem hoorde, dacht ik, dat wil ik ook. Wat hij flikt, dat wil ik ook. Later kwam Edwin Evers en zijn programma zat net voor mijn radioprogramma bij de lokale omroep. En alles wat hij deed tussen 12 en 2, Evers in het wild, dat deed ik daarna. Dus die twee mannen, ik weet niet waar de waard is, maar ik wil hem doormidden breken. En ik ben de linkerhelft aan Edwin Evers geven en de andere helft aan Jeroen van Inkel. Nou, je moet hem nog krijgen. En je maakt het mij heel makkelijk, Gerard. Want om deze uitreiker aan te kondigen, hoef ik maar één ding te zeggen. Niet likken! Nee! Hier is die, Martin Gauss!